Voor sommige mensen is genieten best wel natuurlijk, maar ook voor heel veel mensen is dat niet zo. Heel veel mensen vinden genieten heel moeilijk. Vooral als je zeg maar als harde werker bekend staat. Het is helemaal niet verkeerd om hard te werken, maar God wil ook dat je hard geniet. Ik denk dat ik deze boodschap moet noemen hard genieten. En ik wil je het laten zien aan de hand van het woord van God. Je hebt straks 15 teksten, je kan er echt niet meer omheen. Je gaat er niet meer omheen. Deze vaste week, in januari, ik ben altijd echt dankbaar voor de tijd als we vast en gebed hebben en diensten met elkaar. Het doet mezelf altijd echt ontzettend goed. Het was echt een zegen in mijn eigen leven en mijn gebedswandeling en tijd met de Heer die ik even extra had. En ik was het boek Prediker aan het bestuderen. Nou, voor heel veel mensen, het boek Prediker komt best wel zwaarmoedig over. Best wel even de zwaarte van het leven en het leven is allemaal een beetje zwaar. En toch, ondanks dat het leven zwaar is, geeft Prediker toch een hele belangrijk advies door het hele boek heen. En ik was bezig het boek Prediker te bestuderen en de Heer begon echt tegen me te spreken, mij te bedienen vanuit het boek Prediker. Nou, het boek Prediker is vaak wat we noemen de levenswijsheid of de wijsheid voor de ziel. Ten diepste, jij bent geschapen als geestelijk mens in de geest om in gemeenschap te leven met God. Jouw hoogste vorm van genieten is jouw gemeenschap met God. Maar dat is op het niveau van de geest. Op het niveau van jouw ziel is de hoogste vorm van leven genieten. Dat is wat Prediker leert. Het allerbeste wat je kan doen, wil ik je vandaag laten zien aan de hand van de Bijbel, is dat je geniet in je leven. De Bijbel zegt, wat heeft het voor zin als je allemaal aan het werken bent? En voor een prediker als mij, als je maar zielen aan het winnen bent en je geniet niet. En voor jou, jouw werk of wat dan ook, je hebt je gezin, je hebt misschien zaken, je hebt je werk en je geniet niet van het leven. De Bijbel zegt, als je dat niet geniet is een geschenk van God. Maar als je niet geniet, is het een geschenk van wie? Ik heb u nodig in de preek vandaag, want ik wil naar mijn preesbreek toe werken. Als u nu al zo tam bent, oh Heer, help mij. We gaan nooit een preesbreek krijgen als u heel tam even leert. Wat ik heb moeten leren in mijn leven als christen, want ik deed het eigenlijk beter als niet-christen, was leren genieten. En dat kwam vanuit een paar bijbelteksten die ik kende. En eigenlijk begon het, eigenlijk toen ik de eerste jaren naar mijn christen zijn, begon ik moeite te krijgen met genieten. Want ik dacht, ja, je moet dit van God, je moet dat, je moet zus, je moet zo. Hoeveel herkennen dit? En ik wil je vandaag echt, daarom wil ik dat je de Bijbel erbij pakt en de teksten erbij pakt, dat je echt kan zien vanuit de Bijbel, vanuit Gods hart, wat Hij wil voor jouw leven. Gewoon in het natuurlijke, in het zielse aspect van het leven. Predikers zeggen eigenlijk, het leven is zwaar, ja dat klopt, maar bij al je zwoegen zorg dat je geniet. Ja, ik vat hem alvast voor je samen. In het Engels staat er vaak het woord to enjoy. En in het Hebreeuwse woord betekent niet zozeer alleen genieten. Het betekent zien, aanschouwen, maar ook ervaringen hebben. Genieten is ervaringen hebben. Zien, aanschouwen. Ook perceive, ontvangen. Ik ga je straks laten zien om in het moment te zijn. Vaak kunnen we niet genieten omdat we niet in het moment zijn. We denken aan de toekomst. Je kan niet genieten van de toekomst. Je kan ook niet genieten van het verleden. Echte mensen die kunnen genieten zijn mensen van het nu. En die zijn er heel weinig. Ik ga je straks allemaal laten zien hoe staat allemaal in je Bijbel. Echt dit boek, jongen. Oh. Heerlijk. Ik beschouw mezelf altijd wel als een harde werker. Ik vind dat ook helemaal niet erg. Ik hou van werken. Maar deze principes zijn wel iets wat ik echt heb moeten leren vanuit de Heilige Geest. Vanuit het woord. Wat ik echt heb moeten en nog steeds moeten internaliseren. Hoe zeg je dat? To make it intern. Om het echt me toe te passen. Om het echt uit te gaan leven. Zonder dat ik me... Vroeger zou ik me schuldig hebben gevoeld. Want ik geniet nu. En ja, maar al die mensen gaan verloren naar de hel. Ja, dat was mijn ding. Omdat die openbaring ook heel sterk was in mijn leven. Begrijpt iemand waar ik vandaan kom? Mensen genieten. En zijn mensen om te zegenen. En nu lig ik hier in mijn hangmat. Ik noem even een voorbeeld. En ik merk eigenlijk... Misschien wel 95% van de christenen heeft moeite om te genieten. Ik wil je vandaag laten zien, in de toekomst, als er een broeder of zuster geniet, zegenen. Geniet ervan. Heel vaak zijn we jaloers of afgunstig als iemand anders geniet. Is heel fout eigenlijk, maar het komt omdat we zelf vaak niet kunnen genieten. Die Sabbat is zo'n kostbaar principe in het woord van God. Daar komen we op het einde van mijn preek even op terug, dat je weet hoe je het onder het Nieuwe Verbond uit moet leggen, onder het Nieuwe Testament. Want voor ons is die Sabbat niet een moment, niet één dag in de week, niet één jaar in de zoveel jaar. Het is altijd, every day, omdat Hij het werk heeft volbracht voor ons.
Ik wil ook straks, als we naar het avondmaal toe werken, dat jij hier echt kan van genieten. Dat is Gods wil. Dat is waarom Jezus dit allemaal, al deze pijn en moeite heeft gedaan. Dat je kan genieten van wat Hij voor jou hebt gedaan en voor mij hebt gedaan. Mijn openbaring die ik u vorige keer deelde, met mijn 1.0 boodschap genieten, was dat Adams eerste dag met God was de Sabbat. Adam werd geschapen op de zesde dag. Maar de eerste volle dag die hij meemaakte, was de zevende dag. Adam hoefde niet te werken. En, nou komt het beeld van God. Hij zag ook God niet werken. God had alles scheppende tot stand gebracht. Zodat Adam kon genieten van wat God had geschapen. Adam, de mensen eerste dag. Alleen we zien dan toen zonde kwam, toen kwam het zwoegen. Genieten is een hemelse gave. En mijn verlangen voor u allemaal, inclusief onszelf, is dat we veel meer zullen genieten van alles wat we doen in ons leven. Ik begin u even mee te nemen naar een van mijn eerste openbaringen hierover. En nogmaals, ik werkte vroeger tussen de 120 en 140 uur per week met 3 kleine kinderen. Dus niemand hoeft mij te zeggen wat hard werken is. Maar mijn eerste openbaring begon eigenlijk toen wij de God Center begonnen. Op mijn verjaardag in 2011, dat de Heer tegen mij zei, Arno, je bent mijn Isaac. Dat was een van de basisopenbaringen waar verder andere inzichten zijn opgebouwd in mijn eigen leven. Arno, je bent mijn Isaac. En ik hield van Isaac, ik predikte vaak over Isaac, ik begreep gelijk wat de Heer bedoelde. Al die andere zonen van Abraham, die werden met geschenken weggestuurd, maar Isaac ontving de volle erfenis. En dat ontving hij niet omdat hij zo hard had gewerkt. Dat ontving hij niet omdat hij nou de goede was, of weet ik het. Hij ontving dat omdat hij een erfgenaam was van de vader. En die hele erfenis ontving hij niet omdat hij het verdiend had. Maar die ontving hij uit genade. Omdat hij in de juiste positie stond. En de hele erfenis ontvang jij van God. Niet omdat jij zo'n goede jongen bent. Want jij bent een zondaar, een smerige, onreine, weet ik het, waar je allemaal vandaan bent gekomen. Maar nu je in die genade bent getapt. Nu je in de genade bent gekomen. Geeft God het je gratis. Uit niets. En nou wil hij, en dit is waar we het over hebben vandaag. En ik ben dankbaar wat er net al werd gezegd. Jij moet leren ontvangen. Ik moet leren ontvangen. En dat is moeilijk. Want je wil het verdienen. Sabbat kan je niet verdienen. Genieten kan je niet verdienen. Heeft te maken met kan je ontvangen. In het moment. Van kleine of van grote dingen. En ik heb ontdekt, velen hebben moeite met ontvangen van de Heer. Na jaren van gebed en over nadenken, mediteren en ja Heer, hoe dan, wanneer dan, gaan we dan? Kwam vorig jaar heel sterk van ja, misschien is het tijd om even een jaar te geven aan God, aan onszelf, aan de gezin, aan het land, aan de cultuur waar mijn kinderen ook vandaan, indirect vandaan zijn gekomen, waar mijn vrouw vandaan kwam. Nou vroeger had ik die gedachte gelijk, want dat is van de duivel. Want je kan toch niet gaan genieten? Ik kan toch niet aan mijn hangmat. We gaan al die mensen denken als ik om hangmat lig een jaar lang. Ik heb mensen gehad die gaan. Ja, ik ga zelfmoord plegen, ik ga dood, ik ga 3 weken om je huilen. Hallo? Omdat wij gaan genieten, gaat u huilen en verdrietig zijn. Dat kan eventjes. Maar mijn verlangen voor u is dat u ook geniet. En hoe u dat ook vorm krijgt in uw leven. Eigenlijk moet je, ik ga je straks laten zien, elke dag genieten. Het gaat niet om een moment eigenlijk. Maar dat is Gods wil. Maar ik zat er zelf, vroeger had ik dat gelijk weggewijfeld. Want ja, dat kan toch nooit van God zijn, joh. Dat je gaat genieten. Ik bedoel, dan gaan mensen naar de hel. En voor mezelf zat ik vroeger in die strijd, in die tweestrijd. En ik wil u vandaag mijn openbaringen meenemen vanuit het woord. Waarbij u ook echt mag leren van God om te genieten. En al reeds in het Oude Testament, in het boek Prediker. Terwijl ik in de vaste week aan het bidden was. Ik was prediker, ik leerde al die teksten over genieten. Er staan 14 teksten in dat boek Prediker. 12 hoofdstukken, 14 teksten genieten. Je kan er niet omheen. Meer dan 1 tekst per hoofdstuk. Terwijl Prediker is het zware boek, hè, de Bijbel. Over de levenswijsheid. Plotseling, ik zag een tekst, ik ga hem straks lezen, Prediker 5. En dat genieten dan een geschenk van God is. En ik hoorde de stem van de Heer. Hij zei, Arno, ik geef je het als cadeau. Had ik ook moeite mee. Als cadeau. Een cadeau heb je ook nooit verdiend, toch? Je krijgt van iemand een cadeau. Wat is dan vervolgens de bedoeling van degene die jou het cadeau heeft gegeven? Dat je dat cadeau gaat uitpakken. En de zegen zit in het cadeau. Maar je moet het wel eerst ontvangen. Dus daar begint het mee. En er begonnen wat dynamieken bij me te spelen. En ik kon niet wachten om het met u te delen eigenlijk. En eindelijk is het vandaag zover.
En voel je alsjeblieft niet bezwaard als je geniet. Dat is al lang Gods wil. Ik weet niet tegen wie ik predik vandaag. Ga met me naar hoofdstuk 2 vers 1. Prediker hoofdstuk 2 vers 1. Ik heb 15 levensprincipes aangaande genieten uit het boek Prediker. En ik weet niet, geniet hard, geniet zwaar, geniet vol. Ik weet niet hoe we het moeten noemen. Geniet vol van het leven. Laten we het daar maar op houden. Oké, bent u daar? Bent u daar? Ja? Oké, Prediker 2 vers 1. Ik zei tegen mezelf, zegt Salomo, zegt Prediker hier. Kom, laat ik proberen de genoegens van het leven te smaken en te genieten van het goede. Ik weet niet of hij net naar een ribeye zat te kijken. Ik hou van ribeye. Maar ook, dat ontdekte ik, is enkel leegte. Mijn eerste principe, genieten is het beste, maar blijft toch nog leeg. Omdat het blijft op die zielse vlak, maar nog steeds is het het beste. Vers 10. Lees even vanaf vers 9, hoofdstuk 2. Grootste dingen heb ik ondernomen en meer bezit vergaard dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. En bij alles wat ik voor mezelf verworven had, behield ik ook mijn wijsheid. Alles wat mijn ogen vroegen, heb ik ze gegund. Elke vreugde die mijn hart verlangde, heb ik het gegeven. En ik genoot naar hartelust van al het goede dat ik had verworven. Het was het loon voor mijn gezwoeg. Genieten is de beloning voor jouw gezwoeg. Met andere woorden, als voorbeeld, jij werkt 40 uur in de week. Jij zwoegt, jij werkt. Dat je dan daarna daarvan kan genieten, dat is wat Prediker hierover zegt. Wat voor nut heeft het? Jij werkt 40 uur per week en je kan nog niet genieten. Come on, ik spreek tegen jou of tegen mezelf. Wat voor nut heeft het? We werken keihard allemaal. Come on, mannen. Vandaag gaat het toch een beetje om de mannen misschien. We werken allemaal heel erg hard, broeder. En na het einde van de dag, aan het einde van de week, aan het einde van de maand, aan het einde van het jaar, kan je nog niet genieten van wat je door je werk hebt gekregen. Ik sprak laatst een broeder. Hij zei, ja, pastor, leuk en aardig allemaal, maar ik heb niet veel geld om te genieten. Ha, ho, tegen die mensen spreek ik ook vandaag. Ik heb geen geld genoeg om te genieten. Luister, genieten heeft niks te maken met geld. Misschien in plaats van naar Hawaii, moet je naar België toe. En in plaats van 5 dagen is het 1 dag. En in plaats van 4 vrouwen is het 1 vrouw. Nee, dat is een grapje. Maar geniet. Maar geniet van het werk. Als je hard hebt gewerkt, zorg dat je geniet. Ik ken veel mensen, ze werken heel hard. En ze genieten niet alleen tijdens het werk, maar ook niet van de beloning die ze krijgen. Vanwege schulden, problemen. En ik wil je vandaag terugfocussen op dit woord, geniet. Genieten is een beloning voor hard werken. Met andere woorden, vanuit de hemel gezien, de beloning voor hard werken is niet geld. Dat is de beloning die de wereld je geeft. Dat is de beloning die jouw werkgever of opdrachtgever jou geeft, is geld. Maar de beloning die God je wil geven, is genieten. Oh, goeie. Zie je dit verschil? Ik begrijp in het leven, we hebben wel geld nodig, maar dat is niet de kern en niet de basis. De kern die God je wil geven als loon voor jouw werk, is genieten. Het was niet Gods bedoeling met Adam dat hij alleen maar bezig zou zijn met die dieren die hof bewaken en bewerken, tijdens dat hij geniet en nadat dat hij geniet. Amen. Principe 3, vers 24. Het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook zo, dat zo heb ik het ingezien, is in de hand van God. Want wie, zegt hij, kan zich te goed doen en genieten zonder dat ik ermee instem? Als iemand geniet, dan komt dat omdat God ermee instemt. Zelfs die mensen die jij niet leuk vindt, die jij niet aardig vindt, als zij genieten, komt dat God staat er toe dat ze genieten. Maakt niet uit wat jij ervan vindt. Ja, maar die persoon doet ook slechte dingen. Als God het hem toestaat, laat hem genieten. Als God het haar toestaat, laat hem genieten. Of jij er mee eens bent of niet. Aan een mens die hem behaagt, geeft hij wijsheid, kennis en vreugde.
Maar een zondaar legt hij een kwellende bezigheid op. Oh, deze tekst moet je echt mediteren gewoon. Een zondaar legt hij een kwellende bezigheid op. Een zondaar moet bezit vergaren voor een mens die God behaagt. Jongen, deze tekst heb ik echt, die wil ik eigenlijk maar in de koelkast straks. Een zondaar die moet heel veel moeite doen, zodat een man en een vrouw die God behaagt, daar werkt hij eigenlijk voor. Dus als jij een christelijk bedrijf hebt, dan als het goed is werken heel veel zondaren voor jou. Het is het beste voor een mens als hij volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. Ik weet niet mannen, maar misschien... degene waar je het hardst voor hebt gewerkt is meestal je vrouw. Nog steeds. Als ik al die filmpjes zie op Instagram die voorbij komen... Huh? We weten wie het geld verdient, maar wie geeft het geld uit? Nou, al die grapjes, je kent ze. Het komt allemaal goed, schat. Echt waar, je gaat helemaal blij zijn met me aan het eind van de preek. Ik moet het even opbouwen. Maar je hebt goederen moeizaam verworven. Je hebt relaties moeizaam verworven. Je hebt vriendschappen. Kost ook tijd, energie. Je zijt er allemaal in, hè? Je zijt erin. Je zijt in die kinderen. En dan geniet je niet van ze. Stel je voor dat je kinderen alleen maar ziet als jouw werk. Oh. Af en toe voelen we ook wel zo. We hebben het er vaak over, veredelde taxichauffeurs. En ga zo maar door. Maar als dat alleen maar de realiteit zou zijn. Het is alleen maar werken, 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 werken. En je geniet niet van je kinderen. En je geniet niet van je partner. En je geniet niet van je huis. En je geniet niet van je goederen. En je geniet niet van je auto. Als je dan een mooie auto wil rijden, geniet er dan van tenminste. Maakt om mij niet uit. Ik wacht er voor de eerste keer dat die Benz voor de deur staat voor iemand hier. Kan het toch niet zijn dat we alleen maar in Astraatjes rijden hier. Het maakt mij echt niet uit wat voor auto je rijdt. Maar geniet er in ieder geval van. Als je dan eindelijk je mancave hebt gebouwd, geniet er dan tenminste van. Als je dan eindelijk dat huis hebt, geniet er dan tenminste van. Ga je eindelijk op die vakantie, geniet er dan tenminste van. Amen. En ook genieten, zegt prediker, is in de hand van God. Want niemand kan zich te goed doen en genieten zonder dat hij ermee instemt. Zo dus geeft mij het levensprincipe 3. Genieten is een geschenk van God. En tegelijkertijd zondaren vergaren geschenken voor de rechtvaardigen. Ik zit te wachten op heel veel van dit soort getuigenissen de komende jaren. Dat jij ons komt vertellen, weet je, ja, die zondaar, die persoon die God niet dient, heeft zijn hele leven lang gewerkt. Aan het einde van zijn leven, op zijn sterfbed, heb ik hem tot Christus geleid en nu heeft hij mij in zijn testament geschreven. Dat soort van, weet je, allemaal dat soort van getuigenissen. En als je echt niet weet wie je in je testament moet schrijven... Wie? Je moet snel zijn. Stijf op. Merlin Klopstra. Zoetermeer. Gun iedereen te genieten, zelfs je vijanden. Als de Bijbel zegt zegen je vijanden, betekent gunnen ook om te genieten. Dan moet je hun zo zegenen dat ze kunnen genieten van wat zij hebben verkregen. Dan, als jij dat gebed kan bidden met jouw hart, dan ben je er. Als je zo voor je vijanden kan bidden, dan vervul je de goddelijke wet. Hoofdstuk 3, vers 12. Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Moet je deze tekst even serieus nemen. Voor de mens is er niets anders goeds weggelegd. Niets anders dan te genieten. Met andere woorden, je kan alles hebben, ik kan alles doen. Maar het enige echte goed in het leven is genieten. Waarom hoor ik maar 2 amens? Oh, eigenlijk is dit wat prediker zegt. Alle andere dingen zijn zo zwaar en zo moeilijk. Ja, in Den Haag zeiden we altijd hard voor weinig. Maar de volgende zin toonde mij iemand die kon genieten. Maar noodzakelijk. Voor heel veel mensen in het leven is hard voor weinig. Maar waar zijn die mensen maar nooit zo gereinig? Amen, Agenees. En ik ga je ze ook laten zien vanuit de prediker. Een dag niet genoten is een dag niet geleefd. Dat is wat de Bijbel leert.
Waarom heb je zoveel moeite met genieten? Want een dag niet genoten is een dag niet geleefd. Hoofdstuk 4, vers 22. Sorry. 3, vers 22. Daarom, zo heb ik vastgesteld, is het maar het beste voor een mens dat hij vreugde put uit alles wat hij onderneemt. Dat is wat hem is toebedeeld, want wie zal hem van iets laten genieten na zijn dood? Na je dood is er niets meer te genieten. Ja, de hemel. Het beste is vreugde te putten uit alles wat je doet. Zo het enige echte goede, principe 4, in het leven is om te genieten. Nou komt hoofdstuk 5, vers 18. Wanneer een mens geniet van rijkdom en bezit. Zo, je mag genieten van rijkdom en bezit. Hallo? Wanneer een mens geniet van rijkdom en bezit, wanneer hem dat door God wordt toegestaan als zijn rechtmatig deel, en hij zich verheugt in alles wat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. Je kan alleen echt genieten van datgene wat God jou rechtmatig toelaat komen. Alles wat jij onrechtmatig hebt toegeëigend, kan je ten diepste niet van genieten. Come on, ik kom uit de wereld, ik heb veel gestolen en bedrogen en firma list en bedrog. Firma list en bedrog kan ten diepste niet echt genieten. Why, wat jij ook oneerlijk hebt toegeëigend, daar kan je niet van genieten. De Bijbel zegt ook oneerlijk verweven goederen gedijt niet. Er rust geen zegen op dat. Dus voor jou betekent dat ten diepste. Je kan niet van genieten wat oneerlijk jij hebt toegeëigend. Dit gaat heel diep en heel ver. Elke baan waar jij met je ellebogen naartoe hebt gewerkt. Elk geld wat je een beetje hebt geritseld. Alles wat niet oneerlijk is in je leven, rust geen zegen op, kan je niet van genieten. Maar alles wat je wel rechtmatig toekomt. Dit was ook de revelation voor mij. En het wordt je door God toegestaan als jouw rechtmatig deel. Daar heb je voor gewerkt. Of daar heb je voor, dat heb je ontvangen. Dat komt jou toe. Dat is jouw deel. Weet je hoeveel van allerlei soorten vormen van ruzies er zijn, burenruzie over datgene wat je rechtmatig toekomt of niet. Ook heel veel christenen, en dan gaan ze moeilijk doen en dingen gebruiken, want ze willen dat wat misschien half twijfelachtig jou toekomt of niet. Je moet dat ding laten. Je moet dat loslaten. Als het jou blokkeert om te genieten, laat dat ding los. De Bijbel, kijk wat de Bijbel verder zegt. Dan piekert hij tenminste niet zoveel over het luttel aantal dagen van zijn leven, maar gaat hij van ganse harte op in de vreugde die God hem toebedeelt. Wauw. Wauw. Principe 5. Genieten is een bewijs dat je niet piekert. Iemand met een geest van zorgen kan niet genieten. Iemand die zich voortdurend zorgen maakt, hij kan niet genieten. Van niks. Stel je voor, ik kan de rekeningen nu niet betalen even. Er is een zorgenpunt in mijn hoofd. En er is een ander. En vervolgens komt er een heel leuk moment langs in mijn leven. Ik heb een geweldig gesprek, wat dan ook. Ik kan niet genieten, want in mijn hoofd denk ik aan die zorgen van die financiële rekening. U hoort me niet. Iemand die zich zorgen maakt, kan niet genieten. Hoe belangrijk is het in je leven om af te rekenen met zorgen? Want zorgen is een enjoy killer. Zorgen maken zorgt ervoor dat je niet geniet. Sommige mensen hebben geest van zorgen. Een bolwerk in hun denken. Ook al zijn er eigenlijk geen reden om zich zorgen te maken. Eigenlijk is het een angst. Kijk, als je gaat kijken, als jij je laat voeden door deze wereld, zijn er altijd redenen om je zorgen te maken. Altijd, overal, op allemaal vlakken. Maar als jij je realiseert dat je een kind van God bent, zoals Christus zegt in Matthäus 6, en jouw hemelse vader zorgt voor jou, en hij zegt, kijk naar de mussen, kijk naar de bloemen, zij maaien, ze doen alles, ze maken zich geen zorgen. Hoeveel te meer jij? Heb je ooit een musje, met hoofdpijn gezien? Heb je ooit een bloem gezien met een bel op zijn, weet ik het wat? Hard werken, ik moet werken. Heb je ooit een boom zien werken? Een boom draagt vrucht zonder werken. Alles in de natuur draagt vrucht zonder werken. Het werkt wel, maar ze hebben niet door dat ze werken. Het vloeit. Het vloeit. God heeft al lang alles in dat systeem gezet, dat het vloeit. Denk je dat de aarde moeite moet doen om de zon te draaien? Niks is moeite in de natuur. Vanzelf vloeiend. Stroomt. God heeft dat al zo gecreëerd. Maar in het leven van een christen? Hoe kan het dat een ongelovige zondaar meer geniet dan een christen? Leg mij dat eens uit.
Hoe kan het dat iemand die bedrukt gaat onder zonde last, meer kan genieten dan een christen? Dat is onmogelijk. Of we doen iets verkeerd. Amen. Zesde principe hierin. Genieten gaat op in het moment. En ik wil dat je weet, God is niet alleen maar de God van jouw toekomst. God is niet alleen maar de God van de hemel. Hij is ook de God van nu. Christus is nu. We zeggen altijd, Christus is dezelfde. Gisteren. Maar sta eens even stil bij dat heden. Heden, weet je, het heden, het nu, het moment, tijd is een heel, heel apart begrip. Wat ik nu zeg, is nu alweer oud. Maar als ik het nu zeg, is het nu. En nu is het alweer oud. En dat is voorbij. Maar nu, om het te leven in het nu, dat is een kunst. Ik word nog steeds vuriger, want ik ben pas bij in principe 5 volgens mij. Ik heb het tegen mezelf nu. Genieten is altijd in het nu, niet in het verleden. En als ik al herinneringen ophaal waar ik van genoot, dan geniet ik nu van mijn herinneringen. Ook in het nu. En als ik nadenk over wat ik allemaal ga doen, of wat God allemaal van plan is met mijn kids, of wat dan ook, of met jullie, dan is dat ook geniet nu van die gedachten. Maar ik kan niet gedag genieten van de toekomst. Ik kan alleen genieten van het nu, op dit moment. En wat moet ik dan nou leren? Voor iemand die wil leren genieten, pak het moment. Want dat moment komt nooit meer terug. Dit moment komt nooit meer terug. Deze dag komt nooit meer terug. Mijn kind dat nu doet of zegt, dat komt nooit meer terug. Dat wij een bepaalde zegen op dat moment ontvangen, komt nooit meer terug. Om te leren genieten, moet ik het moment nu pakken. Want morgen moet nog komen en gisteren is voorbij. En prediken leert de God van de realiteit. En het leven van de realiteit. Wat ik heb ontdekt, heel veel mensen, we stellen genieten vaak uit. We hebben wel een moment, gedachten komen om dan nu te genieten, maar we gaan het uit. Oh nee, dat doe ik morgen wel. Of oh nee, ik zet mezelf even stil. En dat is ook een ding voor mij. Ik zet mezelf even stil in het moment nu. Heb je gebeden dat ik deze inzichten zou ontvangen, of niet? Volgens mij hebben mensen zwaar voor me gebeden dat ik tot deze inzichten zou komen. Ik zet het stil en ik kies ervoor om nu, dit moment. En dat kan ook heel goed in je werk. Ik wil je zo meteen laten zien aan de hand van de Bijbel. God wil dat je tijdens je werk geniet. Als jij niet geniet van je werk, doe je niet het goede werk. Als jij niet kan genieten van je baan, doe je niet de goede baan. Genieten is niet iets van, oké, ik ga hard werken en aan het eind van de dag ga ik genieten. Nee, elk moment. Het is maar dat ik het moment kan pakken. En ik ga je nou laten zien. Jouw creativiteit, jouw gave, jouw genade, die werkt het beste, of misschien werkt alleen maar tijdens het genieten. Dus als jouw baas veel productiviteit van jou wil, leer genieten nu. Want tijdens dat ene momentje, ene gedachte van even ontvangen, gebeuren daar veel meer geestelijke principes dan dat je alleen maar bezig bent met die productiviteit te draaien. Voor mij als prediker, hè, weet je hoe reëel dit is? Elke prediker die ik ken. Wat wij doen, wij hebben nodig om, noem het even, produceren op zondag. Vroeger sprak ik soms 5, 6, 7 keer in de week, maar noem het eventjes op zondag als hoofdmoment. En ik ga, meestal heb ik al een paar weken daarvoor, maar even op die maandagochtend ga ik hard bidden. Oh Heer, ik heb nodig uw woord te ontvangen. Ik heb nodig een woord. Zo werkt het niet. Als ik moet stressen om een woord te ontvangen. Man, ik geloof me, u had al lang uit deze kerk geweest. Ik ontvang alles tijdens het genieten. Alleen dus moet ik leren, ook in gebed. Niet werken, 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 werken. Tot stilte te komen. Tot rust te komen. Werkelijk in God, tot God te komen. Uitademen. En in het moment met God te komen. En daar, that's where the magic happens. En dat geldt voor trouwens alle creatieve processen. Een geweldig idee voor jouw bedrijf of strategie voor jouw financiën. Wanneer ga je dat ontvangen? In die rust. Ik ga je zo meteen laten zien tijdens de Sabbat. Tijdens dat momentje gewoon dat je weer even, en zeker voor ons christenen, even tot rust komen, genieten van, Christus heeft het werk volbracht. Amen, halleluja. Geniet over je rechtmatig deel. Hoofdstuk 6, vers 1.
Het is ook echt een krachtige tekst. Het is, dat heb ik ingezien, een trieste zaak onder de zon. Leonie, kunnen we de teksten krijgen? Ja. Het is, dat heb ik ingezien, een trieste zaak onder de zon en voor de mens een zware last. God geeft iemand rijkdom, bezittingen en aanzien. Er ontbreekt in hem in zijn leven niets van wat hij zich gewenst heeft, maar God staat niet toe dat hij ervan geniet. Met andere woorden, je hebt allemaal dingen opgebouwd in je leven en je kan er niet van genieten. Prediker zegt, wat een zware last is dat. Beter heb je niets en geniet je niet, dan dat je heel veel hebt en geniet je niet. Want met dat heel veel moet je heel veel zorgen maken. Om dat ding in stand te houden. Prediker zegt, het is een leegte en een ellendige zaak. Zo mijn zevende levensprincipe hierin is. Je hebt niets aan rijkdom en goederen als je er niet van geniet. Je hebt er niets aan. Vers 9, hoofdstuk 6. Deze tekst is voor de dromers. Zijn hier dromers? Ja. Zwaai even. Oké, ik steek twee handen op, ja? Ik ben ook een echte. No earthly good, zeggen ze wel eens. Hoofdstuk 6, vers 9. Het is beter te genieten van iets tastbaars dan te grijpen naar iets onbereikbaars. Begrijp je hem al? Pak je hem al. Pak je hem al. Het is beter te genieten van iets tastbaars dan te grijpen naar iets onbereikbaars. Ook dat is niets dan lucht en najagen van wind. Laat me vertellen hoe heel veel mensen zijn. We gaan dromen. Oh, ik zie mezelf zo en in dat huis en nou daar en ik ga dat doen en ik ben daar en ik zie mezelf in die hangmat. Oh, ze denken te genieten van dat moment dat ze zichzelf ergens in de geest zien hangen in Hawaii of zo. Maar de Bijbel zegt, beter geniet je van iets tastbaars dan te uit te reiken naar iets ongrijpbaars. Moet ik prediken tegen alle singles hier? Oh mijn god. Die onbereikbare man. Heel veel singles, come on. Dit liet God me zien. Je bent maar aan het dromen over die man die op een dag in je leven gaat komen. Maar het tastbare dat God je nu hebt gegeven. Vriendschappen, relaties, ouders, familie, kan je niet van genieten. Hallo! Oké, ik ga hem nog een keer lezen, want ik voel dat u hem nog niet helemaal pakt. Het is beter te genieten van iets tastbaars. Dat ding, die dingen en die relaties en datgene wat God al wel in je leven hebt gegeven nu. Dan te grijpen naar iets onbereikbaars. Die prins op het witte paard die op een dag gaat komen. Kijk, op het moment dat hij komt ga je ervan genieten. Maar op het moment dat hij er nog niet is, geniet van iets tastbaars nu. Goeie prediking, pastor. Ik ga mezelf maar even mijn preesbreek geven, want dit met jullie gaat hem niet worden vandaag. Heel veel mensen zijn zo, en ik ken dit ook echt wel in mijn leven. Oh, als ik op een dag, als ik dat lot win uit de loterij. Oh mensen, weet je, voor een christen, daar hebben we echt helemaal niks van begrepen. Jouw lot uit de loterij is al lang op jou gevallen. Jouw naam staat er al lang op. En je hebt er niks voor me. Heel veel mensen zeggen, ja, als ik dat lot uit de loterij win. Jij bent al lang gezegend met het mooiste lot op de loterij. En in de geest heb je meer ontvangen dan de rijkste miljonair op aarde. Je hebt geen loterij nodig. We zingen I'm blessed en je rent naar de loterij. Je rent naar de krasloten. I'm blessed en je gaat je geld verspenderen aan die gasten. Die gasten die denken, jij komt binnen, I'm blessed, oh weer 10 krasloten. Oh. I'm blessed. En al jouw duurzaam verworven goederen en geld. Kom maar, mag ik prediken hier? En in plaats van dat je begrijpt wat je al hebt ontvangen. Je zegt, ja, maar ik zie nog niet alles gemanifesteerd in het natuurlijke. Wandel gewoon met Christus. Hij geeft wel wat je toekomt, amen. Geniet van wat je hebt, niet waar je van droomt. Geniet van wat je hebt, niet van waar je naar droomt. Ten diepste kan je niet genieten van de toekomst.
Je moet wel plannen maken voor de toekomst, maar het genieten is in het nu. Deze zeg ik ook tegen mezelf. Geniet van wat je nu hebt, ook al droom je groot. Droom is niet verkeerd, hè? Begrijp me niet verkeerd. Hoofdstuk 7, vers 14. We gaan naar het negende principe. Geniet dus op de goede dagen van het goede, maar zie op de slechte dagen in dat God naast de goede ook de slechte dagen heeft gemaakt. Geen mens kan in de toekomst zien. Negende principe, geniet op het juiste moment. Geniet op het juiste moment. We zijn vaak zo goed in uitstellen. Maar wat hebben we geleerd? Van uitstel komt afstel. Op het moment dat je die zegen ontvangt, op het moment dat je die bonus krijgt, dan moet je gelijk, daarvoor moet je al je plannen hebben wat je dan gaat doen. Want anders in het leven. Ik geloof echt dat God wil dat we mogen leren genieten nog veel meer. God wil je zegenen. En God wil dat je geniet. Jouw schepper wil dat. Het is Gods wil. Als er een bepaalde zegen komt, plan dan gelijk hoe je een gedeelte daarvan voor jouw persoonlijk genieten kan gebruiken. Of voor jouw partner, voor jouw gezin, voor jou, voor jullie. Gelijk plannen. Spreek ik 20 jaar ervaring dat ik dat niet altijd even goed heb gedaan. Want geld is als water. En met een gezin, en dat gaat overal gelijk. En iedereen, voordat je weet, is het ha. Dus nu leer ik, als ik nu een zegen van gelijk, moet ik die planning maken. En nogmaals, ik predik harder dan tegen mezelf dan tegen u. Hoofdstuk 9, vers 7. Deze tekst is ook heel krachtig. Als je zo leest, dan lijkt het alsof het prediker alleen maar over genieten gaat. Hoofdstuk 9, vers 7. Maar ja, kijk, het is het thema. Dus eet je brood met vreugde. Drink met een vrolijk hart je wijn. Iemand zegt wijn. Hallo? God ziet alles wat je doet al lang met welbehagen aan. Dit revolutioneerde mijn leven. Alles wat ik doe, ziet God al lang met welbehagen aan. Neem dit even naar je eigen leven. Alles wat je doet. Werk, relaties, thuis, rusten. Bank zitten, hangmat, cijfertjes, kinderen. Alles wat je doet, ziet God al lang met welbehagen aan. Die tekst revolutioneerde ook een paar dingen bedenken. Alles wat ik doe, is niet zo als vader. Zelfs als de kinderen groot zijn, maar even als voorbeeld als ze klein zijn. Alles wat die kleine doet, kijk je toch vreugde naar. Ook al poept hij in zijn broek. Ook al, gisteren zag ik ook weer een paar van die peutertjes. Man, die vader maar erachteraan rollen. Maar die kind, ja, dit is ook leuk. En dan, boem, dingen van die tafel, weer dingen opruimen. En, oh. Maar toch, die vader en moeder, oh leuk, lief, oh leuk. Ik hoop als vader en moeder dat je geniet. Van je kinderen, van alle momenten. Ze zijn aan het groeien, ze zijn aan het leren, ze zijn aan het stappen maken. En dat geldt, en zo kijkt God naar jou en mij. En wij zijn maar druk bezig met zorgen en lasten en allemaal gedachten. En God is gewoon aan het genieten van alles wat wij hier doen. Kijk vanochtend. Onze God is in de hemel. Hij ziet alles. Hij kijkt naar ons. Hoe denk je dat God naar jou heeft gekeken vanochtend? Of nu naar jou kijkt? Man, je bent tenminste in zijn huis gekomen. Je bent tenminste open en ontvankelijk om naar zijn woord te luisteren. Je bent hier gekomen om haar eer te geven. Denk je dat God hier met allemaal veroordelende gedachten zit? Van nou, wij denken, nou, het was de laatste keer dat ik in de kerk was maar 3 weken geleden. Ik leer te kijken als God, hij is er tenminste vandaag. Ja. En nu. God kijkt nu, God geniet van jou nu. Dit is wat de Bijbel leert. Hij ziet al lang alles wat je doet met welbehagen aan. God kijkt, geniet van ons. Dat leert ook de psalmen. God geniet van zijn kinderen. Niet van de zonde, begrijp me niet verkeerd, maar van jou als mens. Die probeert het goede te doen in je leven. God geniet van jou. Je hoeft God niet te leren genieten. God moet jou leren genieten. En nou komt het. De Bijbel zegt op Psalm 34. Ze schouwen naar hem. Ze kijken naar hem en stralen van vreugde. Zo op,
Kijk eigenlijk, wij hebben het hier over een wezen, een persoon, die het allermeeste kan genieten van alles en iedereen die er bestaat. Als iemand kan genieten, is het de levende God. Is het Jehovah God. En wat gebeurt er op het moment dat je naar hem kijkt? Wat gebeurt er op het moment dat je naar Jezus kijkt? Kijk naar de Heer Jezus. Zie je hem werken? Ik zie hem genieten in alles wat hij doet. Terwijl hij demonen uitdrijft. Terwijl hij de zieken geneest. Terwijl hij onderwijs aan zijn discipelen geeft. Hij leert zichzelf ook. Ik zie dat jullie een beetje moe bij zijn. Marcus 6, rust een beetje. Ze hebben op de Sabbat eten nodig. Ze lopen langs die korenveld, die fariseeërs. Nee, geniet ervan. De Zoon van Mens is Heer over de Sabbat. Heel veel Nederlanders zijn opgegroeid. Zondag moesten de gordijnen dicht. Serieus, in de duisternis op hun ogen Sabbatsdag. Ze hebben echt helemaal niks van begrepen. Wat een satanisch gebeuren is dat. Ik meen het. Op de dag van God. Dat we vreugde mogen bedrijven om samen te komen. Om van hem en zijn woord te genieten. Gaan de gordijnen dicht. Hoe dan? Moet het duister worden? De gordijnen moet juist open. Toen de geest kwam in Handelingen 2 ging alles open. Wat is dat in Nederlanders? En in West-Europeanen. Komt van hier, hè? Heel bizar. Eet met vreugde je brood. Drink met wijn met een vrolijk hart. En ik hou van dit woord. God ziet wat je doet allang. Alles allang met welbehagen aan. Voordat hij je had geschapen, zat hij al te genieten. Wauw. 10e principe. God geniet al reeds van jou. Dus geniet en stop met zelfveroordeling. Niet goed genoeg voelen. De Heer geniet van je. Come on, dit is even voor alle jonge ouders. Kinderen zijn niet alleen werk. Kinderen zijn niet alleen werk. Geniet van ze. Wanneer? Als je voetbalt, als je speelt, als je praat. En als je lacht met hun. Je werk niet alleen keihard en daarna genieten. Geniet van je werk. En anders moet je gewoon jezelf afvragen, doe ik het goede baan? Moet ik dit wel doen? Want God heb je met een bepaalde design geschapen, broeder. Dat je zou genieten van... Want alles, weet je, God denkt niet zozeer in termen van productiviteit, maar in termen van vrucht dragen. Dat is wat de Heer Jezus ons heeft geleerd, Johannes 15. Ja, vrucht dragen is gewoon dat die boom op de juiste plek is geplant. Daar heeft vrucht dragen mee te maken. En als je toch bezig bent, wat moet ik doen in mijn leven? Ga bij jouw schepper te raden. En zeg, Heer, wat heeft u in mijn hart gelegd? Wat heeft u in mijn wezen gelegd? En zoek een baan waar je geniet, terwijl je dat doet. Weet je, stel je voor, hoeveel houden van een restaurant te gaan? Hoeveel willen graag dat Pastor Arno naar een restaurant gaat vanmiddag? Welk restaurant wil je eens gaan? Luister, je zit in een restaurant, aan tafel, met je gezin, met een partner, met familie, met kennissen, met vrienden, gezellig. Hoe verschrikkelijk is het om dan een waitress te krijgen die aan het werken is en... In plaats van iemand die gewoon geniet van zijn werk en... Oh, fijn dat u er bent. Hij stelt je even op zijn rust. Hij is niet bezig met werk, hij is bezig om jou te bedienen. Dat is een heel groot verschil. In de kerk ook, hè? We willen hier niet een aanbiddingsteam die aan het werk is. Er is soms wel een facet van dat, maar ten diepste, als hun genieten, gaan wij ook genieten. Zo is het bij iedereen zijn werk. En even dat sociale, even in die rust komen en iemand die voor jou staat of wat voor werk je ook doet. Iemand komt aan jouw balie en even dat gevoel geven van menselijkheid en rust. Nou, dan bereik je veel meer dan dat jij aan het werken bent. Wat wilt u allemaal? Ja, herkenbaar? Laat me een voorbeeld geven. Koken. Ik hou niet zo van koken, af en toe doe ik het nu. Ik hoop dat ik... Op het begin was het werken voor mij. Oh, koken, man. De hele dag, wat moet ik allemaal halen? Dit en dat. Kom op, dit is ook de realiteit van heel veel van u, hè? Man of vrouw, maakt niet uit. En je bent de hele week eigenlijk de hele dag mee aan het stressen, want straks moet je koken. Zo was het, hè? Nou, ik ga je nu al mijn kinderen voelen of proeven dat ik heb gewerkt. Maar als ik heb gevloeid, voelen ze ook en smaken ze ook. Kom op, moeders, vaders. Als je eet, ik weet niet wat daarin zit. Je proeft of het met liefde is gemaakt, toch? Je proeft of er liefde in zit of dat er werk in zit. We willen liever liefdes voelen in dat ding, toch?
Kijk, sommige dingen is ook ervaring. Maar eigenlijk al het werk wat er is, willen we voelen dat iemand in de rust aan het bedienen is of aan het dienen is. In alles wat er gebeurt. Dat geldt voor elke werkbaan. Hoeveel van ons werden niet gek van die werkgever die zei, ja, en nu, dit moet gebeuren voor dat. Wat doet het met jou? Ga die werkgever zijn doel bereiken door op zo'n manier te communiceren? Meestal ga je of in de, is in de kerk ook zo. Ik heb gezegd tegen mensen hier, we moeten niet meer zeggen, ja, we hebben die nodig en daar taken voor nodig en dat. Het werkt niet. Mensen worden allemaal zenuwachtig. En iedereen die hard werkt, die krijgt alleen maar veroordelingsgevoel. Dan ben ik de enige die dat voelde. Huh? Want wat je wil is dat mensen dingen doen vanuit hun hart. Dat vloeit, daar is de zegen, daar is de kracht. Toch? Dit is in alle facetten van het leven zo. Soms moet je mensen wel even... Ja, zet je geven. Als ik hier, als vader van dit huis, geniet... Ik wil genieten van de aanbidders. Van mijn broeders en zusters. Als ik zelf niet predik, iemand anders predik. Ik hou ervan als ik geniet van dat woord. Dan komt het veel krachtiger binnen. En voor degene die hier bedienen, wij mogen leren te ontvangen tijdens die genietmomenten. En niet tijdens het werk. Als aanbiddingsleider, denk ik, oh, wat voor liederen moet ik nou zondag? 5, 6 liederen nodig? Man, als wij dat zouden weten, worden wij helemaal zenuwachtig. En als dat het proces is waar je elke zondag naartoe gaat, doe je dan wel wat je moet doen. Maar waar je hart vol van is, stroomt je mond van over. Als je hart vol van is van die bouwproject... Als je hart vol van is van die worship, als je hart vol van is van het woord, het kost geen moeite. Daarom, ik weet dat ik doe wat ik moet doen en waarvoor ik geschapen ben. Want ik kan rustig 4, 5, 6 uur prediken en ik word niet eens, ja, ik word wel aan het einde als ik klaar ben. Maar tijdens dat ding, want dat is een bron. En jij ook, als je doet, als je ondernemer, je doet wat je voor je, het stroomt van ideeën en creativiteit en gedachten. Als het goed is, hebben mensen helemaal niet het gevoel dat je aan het werk bent als jij ze aan het inspireren, helpen en bemoedigen of aan het coachen of trainen of corrigeren bent. Want je doet waarvoor je geboren bent. En je geniet daarvan. Je geniet van het werken. Amen. 9 vers 9. Dit is een mooie. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. 1 amen, 2 amen. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Oei. Dank u, Jezus. Geniet op alle dagen van je leven. Nou, als je nog een tekst wil hebben om over te mediteren. Geniet op alle dagen van je leven. Die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon. Dus geniet. Van elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. Genieten is de beloning. Hier, deze principes 11, 12 en 13. Geniet samen. Een dag niet genoten is een dag niet geleefd. En nogmaals, Gods beloning voor hard werk is genieten. Hoofdstuk 11, vers 7. Het licht is een genot. Wat een weldaad voor de ogen om de zon te zien. Wanneer een mens lang leeft, laat hij dan van elke dag genieten. Bedenken dat de dagen van de duisternis ontelbaar zijn. De toekomst is niets dan leegte. Principe 14. Het leven is te kort om van te genieten. Om niet van te genieten. Het leven is te kort om er niet van te genieten. Het enige voordeel wat prediker zag bij dit aardse bestaan, was genieten in het nu. Hij zegt, oh, je verlangt naar de toekomst. Er is niks nieuws onder de zon. Je denkt dat Tesla heel vernieuwend is. Niet voor God. Je denkt dat reizen naar de Mars straks heel vernieuwend is? Ik weet niet hoor, maar jouw schepper is er 100.000 keer geweest. Zijn voetafdrukken zitten daar hoor. En niet alleen op Mars, op al die triljard andere sterren. En voor God is er niets nieuws onder de zon. Zo met andere woorden, dit is vaak, hè, we verlangen naar de toekomst. Ook voor de jongeren. We zijn voortdurend bezig met de toekomst. Wat gaat er toekomen? Wat gaat er gebeuren? Prediker leert, geniet, verlang daar niet naar. Want dat blokkeert het genieten in het nu. Als ik later ooit
Als ik brandweerman zou zijn, nou, doof dat vuurtje nu. Als ik later politieagent zijn, corrigeer je vader nu. Begin. Met wat je voelt in je hart. Als ik later prediker zijn, dan predik tegen de koeien nu. Ja, geniet alvast nu. Doe het alvast nu. Alles wat je in je hart hebt, doe het alvast nu. En ik kom vanzelf wel die weg om te komen daar. Als ik later een ondernemer ben, nou, onderneem nu. Ik ken een pastorszoon in Friesland. Die heeft zijn eigen ijswinkel, hij heeft zijn eigen geluidsbedrijf. Gast is 15. Fantastisch. Hij heeft geleerd, pak dat ding nu. Niet voor morgen, als ik later ooit. Als je interieurdesigner wil worden, doe dat ding nu. In het klein. En je begint gewoon met wat God je op je hart hebt gegeven. Als je later advocaat wil worden, er zijn genoeg dingen nu. Je wil later piloot worden. Ik weet niet, maar volgens mij kan je die drones al langer kopen en vliegen nu. En ben je €100 kwijt. Kijk een broeder uit de kerk lief aan en je hebt dat ding. En ga maar vliegen. Je kan les nemen in teugen, €50. Kan je het nu al doen? Niet uitstellen. Niet ooit, nu. Pak dat. Dit is wat ik leer in prediker. Toe-eigenen nu. En het genieten is in het kleine. Ik was met Joost in de cockpit. En ik zie die grote Boeing. Weet je, wij zijn vaak onder de indruk van al die duizenden knopjes. En ze weten precies hoe het werkt. Maar dat is echt niet vliegen hoor. Alleen maar 1000 dingen communiceren. Alpha, delta, woe. In die echte kleine pijpercupjes. Dat is pas vliegen. Wat denk je als je toen klein was en je droomde over piloot zijn? Nou, volgens mij droom je niet van een grote. Volgens mij droom je dan van een F-16 die mega wendbaar is. Of niet? Dat je om zijn kop kan vliegen, hup, verticaal en allerlei dingen. Niet een of andere Boeing en een of andere logapparaat. Toch? Maar zo is het met heel veel mensen. Volg je droom. Volg wat God in jouw hart hebt gelegd. Ik heb die tekst niet eens gelezen in Prediker. Prediker zegt, doe wat in je hart zit. En nogmaals, we hebben het niet over zonde hier. Maar doe wat in je hart zit. God, je maakt God blij als je doet wat in je hart zit. Broeder, je maakt God blij als je doet wat in je hart zit. Want wie heeft het daar gezet? Wie heeft jou zo geschapen? Wie heeft je deze karakter en deze verlangens gegeven? Waar komt dat dan vandaan? En nogmaals, het gaat niet over vleeselijke, maar geestelijke verlangens. Waar komen ze vandaan? Wie heeft dat in jou gezet? Wie heeft die droom in jou geplaatst? Hoe wil je gaan van de droom naar de troon zonder jouw maker daarin te betrekken die jou die droom heeft gegeven? Een mens wordt gelukkig als hij zijn dromen volgt en nogmaals niet morgen, maar nu. Ik denk dat ik een nieuwe boek ga schrijven, nu gaat gewoon heten, nu. Want ik merk, vooral christenen, wij denken alles ligt in de toekomst. De hemel is ook al nu. De hemel is niet waar je naartoe gaat, je hebt hem al ontvangen. Christus is niet iets voor de toekomst, hij is voor nu. Eigenlijk is er niks anders met hemel of aarde, alleen de locatie. Alleen de locatie is anders. Ja, later in de hemel ga ik genieten van God. Nou, begin te genieten van God nu. Oh, als de aanbidding helemaal perfect is, ga ik genieten. Nee, vandaag. En wat is perfect? Perfect heeft alleen maar te maken of je hart erin zit. Sommige mensen zijn zo perfectionistisch. En laat me je vertellen, het is een waanbeeld wat je achterna jaagt, want het is nooit perfect op deze aarde. Vanaf het moment dat jij binnenkwam, was deze kerk niet meer perfect. En op je werk, en in je gezin, en in je familie. We zijn allemaal gebroken, allemaal onperfecte mensen. Echte perfectionisme is alleen in de hemel, maar is niet hier. Maar de hemel is als je geniet nu. De hemel is als je het moment pakt nu. Ja, ik ga later van mijn kinderen genieten. Ja, en dan zijn ze het huis uit. En dan krijg je je kleinkinderen, en volgens mij is dat heel hard werken. Amen. Hey, ik vertel jullie de dingen waar ik doorheen ben gegaan om dit te leren. In sommige dingen ben ik groeien, in sommige dingen heb ik gepakt. Ik wil niet nu van deze kanjes, wil ik genieten nu. Als mijn broeder predikt, hey, was voorbeeld, ik geniet van hem nu. Als hun samen dienen of ze hebben gesprekken, ik wil van hun genieten nu. Ik wil van Jordi genieten nu. Ik geniet van Brian nu. Hier, ik geniet er net van deze kanjes. Vandaag. Ga niet wachten, oh, als ze ooit een bepaalde volwacht geest, dan ga ik van, ze zijn al daar man. Zo denken wij vaak, hè? Als mensen dan een bepaalde, dan gaan we van ze genieten. Nou, wat is je favoriete zanger? Noem je favoriete zanger. Geloof me, toen hij 5 jaar oud was, had hij dezelfde stem als nu.
En zijn moeder of vader genoot al van hem nu. Op dat moment. En weet je wat je gaat merken? Als je doet wat je moet doen en andere mensen genieten, weet je hoe lekker dat is? Weet je hoe goed dat voelt? Als je doet wat je moet doen en andere mensen worden daardoor blij en gelukkig. Andere mensen worden gezegend door wat jij doet. Dus dan geeft jou genieten, geeft een ander ook reden tot genieten. Ah, dit had ik nog niet eens. Jouw genieten geeft een ander persoon ook reden tot genieten. Weet je wat mij blij maakt? Het maakt niet uit eigenlijk waar ik ben als ik iemand zie die geniet van het moment. Of je iets ziet, soms zo, je loopt langs een speeltuin en je ziet die vader of die moeder even genieten van de kinderen of die kinderen lachen. Dat doet wat met jou. Je ziet die kinderen onderling gekkigheid spelen met elkaar. Weet je wat ik wil leren? En misschien wel eigenlijk al geleerd heb. Om te genieten van anderen die genieten. Ja. Maar wat doen heel veel christenen? Die zien iemand anders genieten in de hangboom. En die worden afgunstig. En denk ik, ja, maar waarom zegent God die persoon wel en mij niet? Hallo? Voor wie is dit woord? Waarom zegent God die persoon wel en mij niet? En je ziet niet dat God je al reeds gezegend hebt. Alleen je mentaliteit komt nog van de poverty. Dat je hebt ergens geleerd van jouw ouders. Je generationele vloek dat je moest werken voor dingen. Als je de Sabbat gaat begrijpen, wordt zo'n zegen in je leven. Eigenlijk is het een oneer voor Jezus als je niet geniet. Als je niet geniet, dan begrijp je niet wat hij voor je hebt gedaan. Als wij hebben het nu aan. Als jij niet kan genieten, je begrijpt helemaal niks van God. Je kent God helemaal niet. Want wat deed Jezus dan aan de kruis? Waarom lijdt hij? Waarom heeft hij die pijn geleden voor ons? Waarom? Dat jij sikkenurig door het leven moet al je dagen? Dat jij met een geest van zorgen moet blijven leven? Dat is van de Satan. Het is God die jou laat genieten. Pak het, ontvang het. En de mate waarin je het ontvangt, zal je het leven. Zo zegt jouw God. Wil je rijk worden? Wil je rijk worden? Ontvang dan ten volle nu al. Want de mate waarin je nu ontvangt en God vertrouwt en genade ontvangt, zoals de mate waarin het gemanifesteerd zal worden in je leven. Ik ken meer arme mensen die kunnen genieten dan rijke mensen die kunnen genieten. Maar het mooiste is als je het allebei hebt. En je hebt overvloed om anderen te laten genieten. Wat doen we eigenlijk als we zegenen, als we geld geven aan andere bedieningen, personen? Dan laten we die anderen genieten. Is het verkeerd om anderen te laten genieten? En jij verlangt zelf om te genieten. Wat doe je? Je zaadt en zaait van genot in het leven van een ander. En de oogst die je zelf gaat halen is ook genieten. Vrouw met die rode sjaal om. Niemand hoeft u te leren om te genieten. U hebt dit ding al lang gepakt. Bewaar wat u toevertrouwt. Ik geloof het is heel een levenskunst om te genieten als anderen genieten. Terwijl je zelf misschien even niet in die situatie bent. De afgelopen jaren, ik ben alleen maar blij als ik hoor dat mijn broeders en zusters gezegend zijn. Oh, je gaat 3 maanden naar Hawaii. Andere, mijn voorganger van doorbrekers. Lekker paar, gaat 4 maanden naar Azië. God zegen je, man. Gaat het niet lekker? Ik heb hem geëft gelijk. Geniet heerlijk. Waarom? Omdat ik weet dat er genoeg mensen zijn die gaan veroordelen voor dat. Omdat ik weet dat er genoeg mensen zijn die gaan bashen voor dat. Omdat ik weet dat er genoeg mensen zijn die met hun... Elke ketter heeft een letter bijbeltekst komen voor dat. Tegen die mensen zeg ik, lees maar het boek Prediker. En zeg maar wat de wijsheid is in dit leven. Halleluja. Oké, dit was 14. Ik heb nu toch 30 principes. Nee, de 15e, de laatste. Dit is de conclusie. Hoofdstuk 11, vers 9. Ja, prediken is zo mooi hoor. Als je echt niet weet wat je in de Bijbel moet lezen, moet je gewoon lekker even prediken lezen. Geniet dus, beste vriend, zegt de Heer tegen jou, zegt Salomo tegen jou. Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren. Amen. Alle jongeren, ga even staan. Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren. Kom op, ik geef je 5 seconden, niet 5 uur.
Amen, amen. Mooi, mooi, mooi. Blijf maar staan. Blijf maar staan. Heel mooi, mooi, mooi. Kijk hier. Kijk wat de Bijbel zegt. Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren. Nu komt die tekst. Hou je hart op aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen die je hart willen gaan. Nou, ik zou op een dag naar Timbuktu willen. Nou, ik zou naar Lissabon toe willen. Nou, ik zou op een dag dat willen doen. Nou, ik zou op een dag van BMW willen rijden. Nou, ik zou op een dag Audi Q7 willen. Nou, ik zou op een dag... Is geen verkeerd gelijk, hè? En ik weet, als je dingen in je hart hebt, komt wel. Nou, ik zou op een dag best wel naar die plaats willen gaan. Dat land willen gaan. In dat land zullen rijden. Daar willen vliegen. Paracee, weet ik het. Ga lekker iets geks doen. Waar, ik zie het van allerlei christenen, maar nog niet in deze kerk. Wanneer is de laatste keer dat je hebt geparachutesprongen? Iets raars. Kom aan, Alice. Ja? Gaan we doen? Ik zal het doen met jou, hè? Ja? Oké. Okay. Ja. Gewoon doe iets als jij iets in je hart hebt. En het is gewoon een droom en verlangen. Doe het. Doe dat ding. Er zijn genoeg gedachten die gaan komen. Jeffrey zegt niet doen. Dat moet je niet doen. Kost te duur. Het is te moeilijk. Je moet naar Texel toe. Weet ik veel. Er zullen altijd gedachten zijn, Jason, die zeggen tegen jou, doe het niet. Kijk wat prediker hier zegt. Ik wil gewoon, daarom open ik de Bijbel vandaag. Hierover. Geniet dus, beste vriend. Beste Jason, geniet dus van je jonge jaren. Hou je hart op aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen die je hart willen gaan. Gun je ogen wat ze wensen. Gun je ogen wat ze wensen. Je wil een quad? Koop dat ding. Je wil een mancave? Bouw dat ding. Je wil voor je vrouw een beter bed? Koop dat ding. Je wil een ander huis? Verkoop je huis en koop dat ding. Jij hebt op je hart op een dag om dat huis te wonen. Je gaat er ook komen ook. Jij wil in dat huis wonen. Jij bent echt op je hart. Geloof God er maar voor. Come on. Al dat geestelijke geneuzel. Jij wil op een dag daar komen, Tweede Kamerlid. En jij bent echt op je hart. En je bent bereid daar echt voor te gaan gaan ervoor. Jij wil op een dag die directeur zijn waar je nu voor werkt. Vertrouw God er maar voor. Volg de wegen van je hart. Je wil op een dag hier op het podium zingen en het is echt in jouw hart. Ga ervoor. En voor alles is het een traject, maar zing alvast onder de douche en weet ik het wat waar. Volg je hart. Nou, waar ga je deze preek horen? Ga je zeggen nergens. God center. Blijf staan. Volg de wegen die je hart willen gaan. Gun je ogen wat ze wensen. En nou komt het slotwoord. En onthoud bij alles wat je doet, dat God je aan zijn oordeel onderwerpt. Komt vers 10. Belast je hart niet met verdriet. Amen. Mijn kinderen en alle kinderen hier en alle jongeren hier. Belast je hart niet met verdriet. En houd je lichaam vrij van kwalen. Want je jeugd en je jonge jaren zijn snel voorbij. Serieus. Ik heb nu vrienden die 50 worden. 55 zijn. Man. Het gaat snel, hè? Het leven gaat snel. Mijn vader zei vroeger, het leven gaat snel, benut daar wel. Principe 15 is geniet, maar hou rekening met Gods wetten. En het zal je goed gaan.